Dat ambtenaren bij de loonsverhoging in 2018 benadeeld zijn door de regering, vergt volgens minister Brontës-Omahadjo van Binnenlandse Zaken onderzoek, voordat er eventueel wat hieraan gedaan kan worden. Vakbondsleider David Becker zei gisteren op een persconferentie dat bij de loonsverhoging van toen niet de juiste bepaling in de FISO-resolutie is toegepast. Hierdoor is de overheid de ambtenaren ruim 3 miljard SRD schuldig. Maar de bemindsman weet naar eigen zeggen niks af van een deadline voor een gesprek, zoals door Bakker is aangegeven. Somohadjo zegt echter open te staan voor dialoog.